Vandaag gaan we kijken naar de gloednieuwe SpongeBob-update in Brawl Stars. Er zijn echt een hoop nieuwe dingen toegevoegd. Zo is er een Krusty Krab shop. Er zijn nieuwe game modes. En er is zelfs een Octomortis skin in de Brawl Pass. En vandaag gaan wij daar dus allemaal naar kijken. Dus smash eventjes op die like als jij een gratis knokker zou willen ontvangen van Supercell. En zeg eventjes in de comments welke knokker jij zou willen. Dan gaan we er nu maar gewoon meteen induiken. Als allereerste hebben we wat Stardrops. Dus die gaan we als allereerste eventjes openen. De eerste Stardrop is super zeldzaam. Dat is niet super goed. Deze is zeldzaam. Oké, het begint niet hartstikke goed. Ik weet ook niet of we een legendary gaan krijgen. Ik ben heel benieuwd. Ik word trouwens ook best wel doof, dus ik zet het iets zachter. Gun een broeder iets goeds. Dat gaat denk ik niet gebeuren. Ik denk dat we nu al op de helft zijn. Maar het gaat natuurlijk in deze video niet om de Star Drops. Het gaat om het nieuwe SpongeBob event. Kijk dit. SpongeBob in Brawl Stars. SpongeBob skins, power-ups, spelmodi en cadeautjes. Ja, dit is wel echt een lijpe update. Ze hebben wel echt gekookt met deze update volgens mij. Kijk dit, ik zie zoveel nieuwe dingen. Ten eerste de achtergrond. Ten tweede, ik zie daar SpongeBob bij het clubicoontje. Ten derde, ik zie de krokante krab als een soort shop. Dit is echt insane. En we hebben natuurlijk een nieuw seizoen. Weet je wat? We gaan als allereerste eventjes... Yo, wat? Dat is geniaal! Oh my god! Dat is nog nooit eerder geweest in een Brawl Stars seizoen. Oké, maar wat ik wilde zeggen is... we gaan als allereerste de nieuwe Brawl Pass kopen. En deze Brawl Pass moet ik oprecht wel eventjes maxen hoor. Want in deze Brawl Pass heb je dus Octo Flipping Mortis. Oh, wat? En hij heeft ook gewoon Brawl Pass Plus skins. Oh, die zijn wel lijp hoor. Maar ik vind de normale wel het six. Nou, deze gaan we sowieso meteen eventjes kopen voor 12 euro. Here we go. Dan hebben wij nu de Brawl Pass Plus ontgrendeld. En dan krijgen wij nu 16 tiers aan beloningen, wat echt insane is. Oh my god, nee! We hebben SpongeBob emotes. We hebben een nieuwe Belle skin en dit zijn super deals. Oh my god! Oké, er komt een zieke explosie. Power maaltijd. Want je kan een soort van Happy Meals krijgen of zo. Dan hebben we ook nog een Byron skin, nog een super deal en we hebben gratis kostige cash. Als het goed is. Oh ja. Oh, wat? Verbinding verbroken. Dat is niet wat ik wilde zeggen, maar de verbinding is verbroken. Sorry, ik snap echt helemaal niks van deze update, maar ik ga het samen met jullie allemaal uitzoeken. Daar zijn we weer. Eventjes kijken. Ja, dit wilde ik claimen. De power maaltijd. Krabburger. Yo, wat is dit allemaal? Dit zijn zoveel flipping prikkels. Level 1. Een krabburger draait om je heen als een schild. Als de burger wordt vernietigd, loop je voor een korte tijd minder schade op. Oh, dat is voor tanks. Oké, en die kunnen we gebruiken in de SpongeBob modificatie. Sure, ik weet niet wat je allemaal aan jeppen bent, game. Maar, oh, wat? Oh, dit zijn alle power-ups volgens mij. Oh, dat is best wel cool gedaan. Nou, weet je wat? We gaan gewoon eventjes lekker een potje spelen. Wat hebben we? We hebben Trio Showdown en kwallenvissen. Oké, weet je wat? We gaan een potje kwallenvissen spelen. Dat gaan we wel eventjes met een andere knokker doen. Ik denk dat we gaan voor de knokker Colt. Dat is wel een chille knokker. Oh my god, zagen jullie dat? In de loading screen staat er a few moments later. Dat is wel echt heel erg leuk. Nou, daar zijn we. We spelen met een Mortis. Die guy gaat alvast even oefenen met Mortis voor als die Octo Mortis krijgt. En we spelen met nog wat andere mensen. We moeten dus zo te zien 20 kwallen verzamelen. Oh, en die zijn daar. Oké, is er nog meer of is dit het? Ik heb echt geen idee, maar dat gaan we allemaal uitvogelen. Oh crap, ik ben al bijna dood. Moet wel opletten natuurlijk. Wij hebben nu 5 kwallen. Ik weet niet hoe het werkt, want niemand heeft die kwallen echt. Oh nee, die Grom heeft wat kwallen. Huh? Maar die heeft er maar 4. Oké, weet je wat? Ik ga wel gewoon mensen killen. Dan winnen we vast wel. Oh, hier super. Check dit. Oh, lijpe super. Dat waren 2 kills. En nog eventjes die Poco pakken. Kom op. Of was er geen Poco? Ik heb echt geen idee. Oh nee, die Poco heeft het net overleefd. Die is nu rechtsboven. Even kijken of we straks er super kunnen poppen. Oké, die guy heeft ook Mortis. Iedereen gaat nu Mortis spelen waarschijnlijk. Die Poco hebben we nu ook gekilled. Dit gaat echt super makkelijk. Even serieus. En Colt heb ik gewoon op drempel 20 of zo. Oké, nu moeten we wel echt even gaan healen. Oh crap, we moeten rennen van die Poco. Nee! Oh crap, en ik mis mijn super en ik ben afgegaan. Oké, ik weet totaal niet hoe deze game mode werkt. Misschien moet ik eventjes de instructies lezen op het begin. Maar het maakt niet uit. We hebben gewonnen met flipping 6 kills en 45.000 damage. Dat vind ik best wel insane op drempel 20. En nu krijgen we als het goed is ook... Oh ja, kijk hier rechtsonder. Bonus voor eerste zegen. Ja, dat is dus de kostige cash. Ik ga geen kostige cash zeggen, sorry. Oh, maar dit is wel insane hoor. Kijk dit. Wat hebben we hier op het einde? Oh, dit is echt heel veel cash. Holy moly. Weet je wat? We claimen wel eventjes deze 1000 cash. En wat kunnen we nog meer claimen? Kostige cash, voordeelpakket.
Dit is dus weer een beetje een pay-to-win pakket. Wat? Je kan 30.000 kopen voor 600 gems. Ben je gek? Oké, zeg eventjes in de comments als jullie willen zien dat ik die ga kopen. Weet je wat? We doen eerst nog wel eventjes een potje en dan ga ik daarna een aanbieding kopen. Maar wat ik nu eventjes wil doen is ik wil een tank kiezen. Want voor de tanks hebben we natuurlijk een power-up gekregen. En die wil ik eventjes goed testen. Dus wie is ook alweer een tank? We kunnen voor Bibi gaan. Dat is misschien wel een goeie. Of we gaan voor El Primo. Nee, weet je wat? We gaan voor El Primo. Die upgraden we eventjes één keer. Dan selecteren we El Primo. En dan gaan we weer eventjes kwallen vissen. Ook al weet ik niet hoe het werkt. Wedden dat er een Mortis in de game zit? Even kijken. Zit er een Mortis in de game? Oh ja, ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ik dacht eventjes van niet, maar hij had een skin. Wacht, hebben we nu onze power-up? Oh ja, wat? En die Nani heeft ook een power-up. Oh, dat is wel lijf. We hebben dus één hamburger. Ik weet niet echt wat ik daaraan heb, maar het zal wel. Oh crap, deze mensen zijn wel iets beter. We moeten even gaan focussen. Oké, pak die al primo. Goed zo. Oké, hij doet veel meer damage dan ik. Even kijken of we hier kunnen jumpen. Oh crap, hij is al gekilled. Het gaat niet super goed. Ik heb niet heel veel gedaan. Oh crap, daar is die al primo. Pak hem. Ja, dat is niet slim van jou, bro. Je jumpt letterlijk in een Piper en in een El Primo. Ik heb nu één kwal. Oh, ik denk dat ik het nu snap. Kijk, er staat een soort van een timer boven mijn hoofd. Ik denk dat we ze dan echt geclaimd hebben. Ja, oké. Dus die 10 kwallen die zij hebben, die kan je niet meer ongedaan maken. Ik denk dat het zo werkt. Maar wij hebben nu mid-control, dus we kunnen nu best wel wat kwallen pakken. Oké, die Mortis heeft er één. Oh, maar die heeft hem dus laten vallen omdat hij dood is gaan voordat de timer... oh, crap. Nee, nee. Stop, stop. Oké, ik ga even wegjumpen. Gewoon om veilig te zijn. Oké, dat had niet super veel nut. Nani, help mij. Oké, thanks. Dat ging bijna fout. Ik heb nu wel 4 kwallen gevangen. We moeten echt even snel mid-control overnemen. Yes. Ik weet ook eigenlijk niet meer wat mijn gadget doet. Weet je wat? Ik gebruik die zo meteen wel gewoon. Crap, we moeten echt snel iets doen. Pak die kwallen, Nani. Nee. Oké, we moeten die Larry pakken. Kom hier, Larry. Nee, het is afgelopen. Hoe dan? Oké, dat ging niet super goed. Maar ik snap op zijn minst nu wel de game mode. En we hebben de power-up getest. Ook heb ik er niet superveel van gemerkt. Ik denk dat we nu eventjes deze aanbieding voor 250 gems gaan kopen. Dan krijgen wij 10.000 cash. En met die 10.000 cash kunnen we denk ik wel iets kopen, toch? Even kijken. Oh ja, we kunnen hier de Sandy deal kopen. Wat krijgen we dan allemaal? Voor wie is die skin überhaupt? Oh, die is voor Jesse. Oh, dat is wel cool. Weet je wat? Deze gaan we gewoon eventjes halen in 3, 2, 1, go! Ik weet oprecht niet wat we allemaal krijgen. Er staan zoveel icoontjes. Wat is dit? Bubble. Je basisaanval laat een spoor van bubbels op de grond achter. Die vijanden beschadigd die er overheen lopen. Oké, sure. Ik weet niet echt hoe het werkt, maar dat zien we zo meteen wel. Maar wij hebben nu de Sandy Jesse skin gekregen. En dit is toch wel heel sick, hoor. En volgens mij worden deze skins ook best wel rare. Omdat normaal gesproken kan je skins na een event gewoon kopen. Volgens mij na een jaar of zo. Maar deze skins komen nooit meer terug. Maar deze gaan we eventjes uitrusten. En dan krijgen wij gewoon een mythische Star Drop. Voor wie is dit? Voor B. Gadget. Opgejaagde zwerm. B. Bla 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 bla. Weet je wat? Ik vogel dit wel een andere keer uit. We gaan vandaag niet met B spelen. Maar we hebben wel gewoon een mythische Star Drop gekregen. Dan hebben we ook nog een zeldzame. Een super zeldzame. Hoeveel Star Drops krijgen we? Ik heb geen idee. Episch. Heel nice. We zijn nu ook op de 5e volgens mij. 100 krachtpunten voor een epische Star Drop. Waarom ben ik elke keer verbaasd? Dit is echt al 1000 keer gebeurd, maar ik vind het echt verschrikkelijk. Oké, dit is de 6e, dit is de 7e. Krijgen we er gewoon 10 of zo? Oké, we hebben wat credits gekregen. Nog een zeldzame. Nog als allerlaatste een epische. En wat is deze? Dit is volgens mij de laatste. Oh nee, wat? Hyperkracht? Joh, dat heb ik nog nooit gezien. Oké, we hebben een paarse Star Drop. En je krijgt gewoon gegarandeerd een hyperkracht voor bellen. Wat? Belles markerende schot volgt automatisch het dichtstbijzijnde doelwit. We hebben gewoon een hypercharged Star Drop geopend. Dan moeten we natuurlijk wel eventjes met Sandy Jesse spelen. Even kijken, waar zit je? Hier, wacht. We zetten wel eventjes willekeurige skins uit. En dan gaan we voor Sandy Jesse. En we hebben natuurlijk ook een power-up gekregen voor Jesse toevallig. Dus dat is best wel leuk. Dan kunnen we twee dingen tegelijk testen. Zullen we nu Trio Showdown doen? Is Trio Showdown letterlijk gewoon Trio Showdown? Er zijn maar 4 teams. Oké, dat is best wel weird. Nou, daar zijn we. Oh, wat? Ik zit met 2 Moe's. Of hoe? Ik weet niet hoe je zijn naam zegt. Moe? Moe? Ik heb geen idee. Het wordt wel weer eventjes wennen om met Sandy te spelen, hoor. En normaal gesproken ben ik ook gewend dat Jesse soort van die elektrische dingetjes heeft. Maar nu is het een soort van een nood of zo. Dat is heel weird. Oké, hier is een ander team. Oh my god, ik doe veel damage. Oh, ik had ook al gewoon 4 krachtkubussen, joh. Ons team doet het echt supergoed. We hebben nu al 9 krachtkubussen. Dit gaan we wel winnen, denk ik. Oh my god, we doen veel damage. Weet je wat? Ik plaats mijn turret gewoon hier. Oh crap, daar zijn ze. Nee, ik wil deel uitmaken van de laatste fight. Kom terug, please. Oké, ik heb helemaal niks kunnen doen. Wat? Oh, dit is wel cool. Kijk, dit is dus een beetje hetzelfde als bij het Godzilla-event.
maar dan met SpongeBob El Primo. Ik zag deze bij de Brawl Talk en het was zo cursed. Maar je moet dus in totaal 400.000 Krusty Cash collecten voordat je deze krijgt. En we hebben nu al 40.000, dat is best wel nice. De eerste fight is dus super belangrijk, dus we moeten echt eventjes focussen nu. Oké, één iemand is al dood. Even kijken of we die bus kunnen traden. Kom op. Kom op, bro. Oké, hoe is die bus nog niet dood? Die guy is zo sterk. Oké, dit is echt niet nice. Zij hebben nu letterlijk alle kwallen. Moet even turret neergooien. Ik ga ook even jumpen, denk ik. Nee, nee, nee. Zij heeft bijna 9 kwallen geclaimd. Pak haar. Oh my god. Nee, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Kom op. Dinita. Pak Dinita. Nee. Oké, ze hebben nu al 10 kwallen geclaimd. Oh nee, 12 trouwens. Dat is dus de strat. Je moet de eerste fight winnen. Maar mijn teammates hebben dat dus niet helemaal door. Die focussen alleen maar die bus. Terwijl die heeft letterlijk 0 kwallen. Dus dat boeit echt helemaal niks. Oh my god, er zijn superveel kwallen. Pak die kwallen, Sandy. Pak die. Ik pak deze hier. Heel nice. 2 kills. Oké, we kunnen een comeback maken. Dit is insane. Wij hebben er 5. Pas op, Sandy. Wat doe je? Oké, je gaat terug. Gelukkig. Ik dacht ook, schrok me dood. Yes, ik heb al mijn kwallen geclaimd. Die bus moet nu dood. Straks kunnen we ook weer mijn turret opnieuw plaatsen. Piper is dood. Oh, dit gaat nu zo nice. Sandy heeft 7 kwallen. Die moeten we protecten. Die moeten we protecten. Doe normaal, Sandy. Niet doodgaan. Oh my god. Gevecht afgelopen. Let's go. Wat? En ze hadden er 18. Dat was insane. Oké, laat maar. Het draait niet allemaal om de eerste fight. Ik heb gelogen. Later komen er ook nog zoveel kwallen op het veld. Je kan echt makkelijk een comeback maken. Je moet heel goed opletten. Kortom, dit is echt een hele sick update. En ik raad aan dat jullie ook weer eventjes Brawl Stars gaan opstarten. Maar voor nu ga ik hier de video afsluiten. Smash eventjes op die like als jullie genoten hebben. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.